Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag maandag en de eerste werkdag deze week zit er weer op. Ik zit weer in de ochtenddienst, dat is super fijn. Maar in ieder geval, op het menu heb ik de laatste bakje bami uitgehaald. Atje erbij, eitje, hoe heet het, gebakken uitjes. Ik heb nog theesaus en natuurlijk niet te vergeten kroephoek. Dus dat wordt het, tot de volgende. Doei doei! Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag dinsdag en ik kom net uit werk. Ik heb even snel wat boodschapjes gedaan. En voor een week dat ik eigenlijk de vriezer leeg wil eten, heb ik toch wat dingen voor in de vriezer gehaald. Want in mijn persoonlijke bonus had ik de tonijnpizza, of gewoon een pizza voor 2 euro. Ik denk mooi voor vrijdag. 2 focaccia's waren aan aanbieding, 2 voor 3 euro. Dus ik denk, ik heb nog soepgroenten, kan ik mooi een soepje maken en eentje gewoon invriezen. Ik heb hier een krop sla. Ik heb nog eieren die echt op moeten. Die zijn eigenlijk al verdaad, maar ze zijn nog goed. Dus ik eet ze gewoon op. Ik had zo'n hele grote pak natuurlijk gehaald. Smeerkaas, 2 kuipjes. Gewoon voor de zekerheid. In mijn persoonlijke bonus had ik hamburgerbroodjes en kipburger. Dus ik denk, ja, nu ze toch in de aanbieding zijn, kan ik ze net zo goed halen. Want ook aanbiedingen worden duurder natuurlijk. Dus ja, dit is het. Voor nu in ieder geval. In totaal was het 11,65 en inclusief koopzegels 13,85. Dus dit was het voor nu. Tot de volgende. Doei doei. Zo, hallo allemaal. Daar zijn we weer. Het is vandaag uit mijn hoofd woensdag. En vandaag op het menu heb ik weer een soort slastampotje, om het zo te noemen. Met mijn eiprutje. En ik had nog visburgers, dus ik denk die neem ik erbij. En voor beide visburger eventueel nog een ravikkelte saus. Dus dat is het voor vandaag. Tot de volgende. Doei doei! Ja, hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag vrijdag en ja, ik heb weer weekend. Het was weer een lekker werkweekje. Ik moet zeggen, de tweede werkweek is ook goed bevallen op mijn werk. Ik leer steeds meer bijzondere dingen, zoals met een kitpistool werken en met een lijmpistool. Nooit verwacht dat ik dat zou doen natuurlijk, maar ik vind het gewoon eigenlijk leuk om een smeerboel te maken. Dus ja, dat is het. En ik ga mijn pizzatje eten en weekend houden. Tot de volgende. Doei doei! Hallo, hallo, daar zijn we weer. Het is vandaag vrijdag. Het is alweer avond. En ik heb nog even wat laatste boodschappen gedaan. Ik had in een persoonlijke bonus had ik deze broden op de kleine, op de Italiaanse Bologna. In ieder geval stond 15% korting op. Dus ik had mijn potje van, hoe heet het nou? Voorraadkast heb ik aangebroken. Daarvoor heb ik 2 maal een ciabatta. 2 maal croissantjes. 2 maal de Italiaanse bollen. 2 maal Franse baguettes. 1 maal bruine pistoletjes. Ik wilde er eigenlijk 2, maar inclusief koopzeg kwam net budget tekort. Dus heb ik het niet gedaan. En de tijgerbollen 2 maal. Voor dit alles was ik 9,90 euro kwijt. En inclusief koopzegels 11,70 euro. Wat doet gij daar, jonge dame? Dat is niet van jou. En je weet dat je hier niet op mag. Nou. Oké, okay. Sascha is er ook weer. En voor het potje wasmiddel had ik deze 1 plus 2 gratis. Ik wilde eigenlijk ook de andere 2 proberen. Die waren niet op voorraad, dus heb ik alleen deze gehaald. Ja, ja, poes, aan de kant. En dat was dus 6,50 euro en inclusief koopzegel 7,70 euro. Dus dat is gewoon puur even om uit te proberen. Ga er eens af, Moppie. Ik ben dus ook nog bij de Aldi geweest en heb ik stiekem 1 blikje gehaald. Soms wil je dat gewoon. Een flesje cola. En om uit te proberen een potje runderbouillon en een potje kippenbouillon. Ik had weer eens zin in chocolademelk. Ik heb een carpaccio gehaald. Ik vind ook dat ik wel weer eens verdiend heb. Een stuk jonge kaas was in de aanbieding. En dan heb ik nog brie. Filet americain met uitjes en mozzarella gehaald. Dat nam nog aardig op budget over. Ik heb nog wel wat over, maar dat ga ik als het goed is niet meer gebruiken van het weekend. Dus ik hoop hiermee klaar te zijn. Oh ja, voordat ik het vergeet.
In totaal was ik hiervoor kwijt €19,70. Weet je, af en toe mag je jezelf best trakteren. En aangezien ik weer een halve friezertje aan het doen ben, vind ik dit ook wel even lekker. Dus ja, voorraad, uitproberen en ja, dat dus. Wat doe je nou dan? We zitten slopen. In ieder geval, tot de volgende. Doei doei! Zo, hallo, daar zijn we weer. Het is zaterdag. En ja, vandaag heb ik zo'n potje rundvleessoep gepakt, of bouillon. Heb ik een half zakje soepgroenten erin gedaan, dat ik nog in de vriezer had, en vermicelli. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze smaak. En ik heb een focaccia weer gemaakt met mijn tonijn mozzarella salade erop in de oven gedaan. En ja, dat ga ik weer lekker eten. Dus het is voor vandaag. Tot de volgende. Doei doei!